Oké, welkom terug. Vorige keer hebben we gezien hoe we het dak dus een tekstje kunnen geven. Door middel van een projection view. En nu zullen we kijken hoe we de dakkapel aan kunnen pakken. En hoe we op die manier een tekstje kunnen geven. We gaan weer op een andere manier doen. We gaan nu gewoon wat ik al in het begin zei van de video's. De verschillende kleurtjes aangeven en de tekstjes aan toevoegen. En vervolgens gaan we kijken hoe we met unwrapping en projection de juiste projectie en de juiste tekstjes aan kunnen geven. Dus laten we beginnen. We hebben het dakkapel geselecteerd. Ik druk op backslash om het weer te soloen. Vervolgens hebben we nu onze dakkapel los. En wil ik hier materials aangeven. Even in onze material tab kijk, zie ik dat ik nog steeds die gelinkte material gebruik. Dat wil ik niet, dus ik klik op het min plusje, op het min teken om het te verwijderen en vervolgens klik ik opnieuw om een nieuwe toe te voegen. Deze wordt toegevoegd op het hele model, dat is verder geen probleem. En laten we direct daar een naam aan geven. Dus laten we eerst even kijken naar ons dakkapel in onze foto. Als we dat inzoomen, zien we dat we daar een houttextuur hebben. Gewoon een witte houtverftextuur. En we hebben een metalen randje en we hebben natuurlijk de daktextuur zelf. Dat zijn 1, 2, 3. En we zullen een andere textuur geven aan de kozijnen. Dus we hebben 1 texture, 2, 3, 4 verschillende textures. En ja, de bovenkant van het dak gaan we niet zien, maar laten we die ook een andere tekst geven. Dus we kunnen dus ons model selecteren. We hebben vorige keer dus gezien hoe we verschillende onderdelen van ons model een tekstje kunnen geven. Dus daarvoor selecteer ik eerst de groene wanden. Selecteer nu gewoon de faces die ik groene textuur wil geven. Dat is bij jouw huis waarschijnlijk weer verschillend, maar het ligt, op deze manier gaan we het een textuur geven. Dus een material, ik wil een nieuw material toevoegen, assignen en klik op nieuw. Ik weet dat dit dus het groene hout wordt, dus ik noem het even hout groen, zodat ik weet wat het is. Ik kan het ook even een kleurtje geven, zodat in de viewport ook zichtbaar is. En daar hebben we alvast onze textuur toegevoegd, of onze kleur toegevoegd aan dat gedeelte van ons gebouw. Vervolgens wil ik deze kant selecteren, witte hout. Druk op Alt en selecteer op een edge in face mode zo de loop te selecteren. Zodat ik zeker weet dat ik alle faces selecteer van dat gedeelte van het dakkapel. Die geef ik dus een nieuwe texture. Plusje, assign, nieuw en ja, houtwit. Laten we het houtwit noemen en een kozijnwit. Houtwit. Ik geef even weer een textuur, een kleurtje. Prima. Onze metalen randje van ons dak. Dus ik selecteer even de middelste facegroep en druk op Ctrl-P om de selectie te groeien, zodat ik weet dat hij dan een extra lijn selecteert voor onze metaaltexture. Plusje, assign, nieuw, metaal, zodat ik weet wat voor textuur het is. En maak hem even wat grijzer. En zoals we zeiden, willen we de bovenkant ook een aparte kleur hebben. Voor het dak selecteren we die faces even. Plusje, assign, nieuw. Noem het gewoon dak. En ook een grijze kleur, een iets lichter grijze kleur. Zodat het zichtbaar is dat het twee verschillende kleuren zijn. En dan hebben we nog de rest van onze kozijnen. Die hebben deze material allemaal, dus die kunnen we nou noemen als kozijnwit.
Als we dan onze kleur daar veranderen, zien we dat de kozijnen nu apart van elkaar een kleur kunnen krijgen. Laten we die iets meer gelig maken, een beetje roomwit. Zodat ze een beetje besteken. Dat is het begin. Dus hoe kunnen we nu hier tekstjes aan geven? Dat doen we door middel van de projection van View. We gaan de kozijnen gaan we unwrappen. Om op die manier te kunnen zien hoe we op die welke, met die techniek te kunnen zien hoe we die texture eraan kunnen geven. Dus laten we beginnen met onze zijkant van onze muren, van ons dakkapel. Dat wordt dus het houttextuur. Selecteer beide planes van de zijkant. Ga weer naar een side view. U, nou, we weten nu al inmiddels wel project van view. We willen dus niet deze texture gebruiken, maar we willen die houttextuur gebruiken. Daarvoor klikken we even op het mapje. Dan gaan we naar onze texture map toe. En zoeken naar de texture die we daarvoor gemaakt hebben. Ik heb hier die texture voor gemaakt. Ik had eerst een witte, die heb ik in Photoshop gewoon met Hue Saturation heb ik die groen gemaakt. Zodat ik nu groene planken heb. Ik wil overigens al mijn textures shadeless maken, zodat ik, als ik ze in mijn viewport kijk, geen licht nodig heb om ze te kunnen bekijken. Nog wel duidelijk, denk ik. Op shift z. En hij heeft nog geen tekstje. Dat komt omdat we nog een tekstje toe moeten voegen aan ons houtgroen. Met houtgroen geselecteerd gaan we in ons tekstje tab. Nieuw. Volgens dit venster zoeken we weer naar die wood planks. En op shift z drukken, dan zien we dat we de tekstje daartoe hebben gevoegd. Het lijkt van niet, maar we zien dat hier in die zwarte streep hieronder. Dat we dus de UV's aan moeten passen. Voor we dat gaan doen, gaan we eerst het andere gedeelte van het groene hout selecteren. Ik druk op Shift Z. En ik ga door naar de front view, want ik wil hem van de front view projecteren. Ik druk op U. Project from view, zodat ik ook weet dat ik hier UV-coördinaten van heb gemaakt. Vervolgens wil ik al mijn groene onderdelen selecteren. Dat kun je op een verschillende manieren doen. Dit zijn maar een paar onderdelen, dus ik kan dit even handmatig met shift en klikken allemaal selecteren. Mocht je meerdere delen hebben die je wilt selecteren met dezelfde kleur, dan kun je naar de Materials tab gaan. Met het material geselecteerd wat je wilt selecteren en drukt op Select. En dan zorgt ervoor dat alle faces die dezelfde material hebben geselecteerd worden. Dus even een tip als je veel objecten hebt met dezelfde kleur. Is dit een snelle manier om dat te selecteren? Goed, dan hebben we dus Project from View gedaan. Dus we hebben UV-coördinaten aan die onderdelen gegeven. In de UV-editor selecteer ik ze allemaal. Ik druk op Ctrl-A, zodat ik zeker weet dat ze allemaal de juiste aspectratio hebben. Deselecteer ze even weer. Ik box select de grote delen en leg die ongeveer. Probeer die ongeveer uit te lijnen zodat ze tenminste over elkaar heen liggen. Als ik dus nu A indruk, een paar keer om ze te selecteren en ik scale, dan kan ik ervoor zorgen dat ik al mijn objecten scale. En zorg dat ze proportioneel gescaled blijven. En ik zorg dus nu voor dat die zo geschaald wordt, maar dat ze wel binnen het vierkantje passen. Dan kunnen we even in de viewport weer kijken hoe dat eruit ziet. En eventueel verplaatsen als we dat nodig vinden. En nu zien we als we in onze voorbeeld kijken, zien we dat onze planken ongeveer 8 zijn. Niet helemaal te rekenen, maar we hebben hier nu 4 planken, dus we willen dat tijlen. Dat hebben we bij de vorige tutorials ook gedaan. Dus dan kunnen we weer naar onze texture tab gaan. En onder mapping kunnen we de size aanpassen. Dus we zien dat we nu 4 planken hebben, we willen 8 planken hebben. Dus dat betekent dat wij 2 keer willen tijlen. Dus 2 keer zo groot willen maken. En dat is op de y-as, van boven naar beneden. Dus klikken we daar op 2. Vervolgens zien we dat we onze planken hebben verdubbeld.
Dus op die manier kunnen we die texture, op die manier kunnen we dat dus texture. Laten we nu kijken hoe we onze vensterbanken kunnen, of onze kozijnen kunnen unwrappen en zo een texture te geven. Daarvoor selecteer ik eerst al mijn kozijnen. Ik deselecteer eerst even alles. Vervolgens druk ik op select, zodat alleen mijn kozijnen worden geselecteerd. Druk op Ctrl-I om te inverten en druk op H om die extra polygonen even te hiden, dat ze in de weg staan. Zodat we nu makkelijk ons model kunnen unwrappen. In de volgende video gaan we dus kijken hoe we de kozijnen kunnen unwrappen en op die manier een tekstje kunnen geven. Dus ik zie jullie graag terug in de volgende video.